heb weer allerlei pakketjes binnengekregen. Eentje zat ik op te wachten. Die moest ik gewoon vandaag ontvangen. Dat is gelukt. Andere verpakkingen. Hele grote envelop. Deze hoor ik iedereen elke keer over. We hebben gewoon gespeeddate. Nee. Nee? Lekker je stinkt weer. Ja. Oké, dus ik ga nu stiekem gewoon met tussen. Zo, dus ik ga even mijn ontbijtje maken. En op maar. En het is gelijk. Mandig. Bed uit. Zo. Moet je altijd even schudden. Goedemorgen. Het is maandag. Oh, ik had zo moeite om uit mijn bed te komen. Ik ben redelijk vroeg naar bed gegaan, zoals mijn doen. En ik werd heel de nacht wakker gehouden. Dus ik ben echt zo verschrikkelijk moe nu. Maar ja, ik zal het ermee moeten doen. De meiden zijn boven zich nog aan het aankleden. Die is ook niet de allersnelste deze ochtend. Dus ik schil even een appeltje voor haar. Ze wil graag appel mee naar school. Maar dat wil ik nooit 's ochtends meegeven. Wat zeg ik nou? Kijk, dat is die vermoeidheid. Dan ga ik dingen zeggen die ik helemaal niet bedoel. Die wil ik niet 's avonds schillen als ik hem 's ochtends pas meegeef. Dan wordt hij helemaal bruin al natuurlijk. Dus die probeer ik echt zo laat mogelijk te schillen. Dan blijft hij nog een beetje goed. Onderweg met deze dametjes naar school. Met de wiebeltand erbij. Met de wiebeltand. En we mogen buiten gymmen, hè? Ja. De gymzaal is een stemlokaal vandaag en morgen. En overmorgen. Ik ben weer thuis en ben gelijk thee aan het zetten. En ik ga even brood roosteren en even op mijn gemak goed ontbijten. Ik heb net snel mijn laadje op, maar ik heb het dus helemaal. Ik heb lekker geroosterd brood met ham en lekker thee. Ik heb weer allerlei pakketjes binnengekregen. Eentje zat ik even te wachten. Die moest ik gewoon vandaag ontvangen en dat is gelukt. En dan wat dingetjes van mezelf. Bij de bol.com was er gisteren opeens zo'n aanbieding voor allemaal make-up. En deze heb ik weer nieuw, de Hyper Precision van Maybelline. Die vind ik echt heel fijn, dat is een eyeliner. En ik heb van de week 2 mascara's opgemaakt. En nu heb ik de Bonjour Paris Volume Glimmer Extra Curl besteld. Kijk hoe het borsteltje is. Oh, die ziet er wel heel goed uit. Ik hou van dit soort borsteltjes. Dus die ga ik van de week even uitproberen. Dus die heb ik besteld en ik had nog iets van make-up besteld en ik heb het vermoeden dat dat in deze zit. Zo stond dat van hetzelfde punt komen allemaal verpakkingen, hele grote envelop. Deze hoor ik iedereen elke keer over, de van Maybelline Instant Age Eraser Multi-Use Concealer. En ik heb de kleur 6 Neutralizer, dat is deze. Oh, heel benieuwd. Oh, hij zit dichtgeplakt. Kijk hoe de kleur is. Dat is toch online altijd wel even uitproberen. Maar echt, iedereen is hier lyrisch over. Dus ik denk, ik wil hem toch eens uitproberen. En ik heb een wat geligere huid. En deze zag er ook wat geliger uit. Dus ik had zoiets, deze wil ik wel heel graag proberen. En eerst nog een plakketje. Want je moet hem draaien als het goed is. En als je hem dan draait, dan zou het in het sponsje moeten komen. Maar dan moet je het een paar keer wat meer draaien ofzo. Ja, je ziet ook het sponsje wel iets meer kleuren. Oh ja, kijk, nu komt hij dus uit het sponsje. Ik kan gewoon ook mijn andere zetten. Dus dan zou je dus gelijk moeten kunnen verdelen. Hoop dat hij goed is. Want anders ben ik hem buik aan en dan moet ik naar school en dan is het niet mooi. Nou, ik moet eigenlijk mijn hoe heet het? Mijn beauty blender, die ga ik even pakken. Oké, gelijk even een sponsje of een spiegel erbij gepakt.
Volgens mij is die wel heel mooi. Ook qua kleur. Kijk, want ik heb al eyeliner op. Maar iedereen schijnt hier dus helemaal lyrisch over te zijn. En toen zag ik hem langskomen. En toen dacht ik, moet ik proberen. Ik heb normaal die van Colli Star, die vind ik ook echt heel geweldig. Maar soms is het ook wel fijn om wat keuze te hebben. Ik moet zeggen dat ik hem eigenlijk wel heel mooi vind. Ik hou er ook niet van als je ze heel erg ziet zitten. En dat doet deze dus niet. Hier een kleintje extra. Hij brengt heel makkelijk aan inderdaad. Dus ik snap wel dat iedereen deze echt heel fijn vindt. Hij voelt ook echt heel fijn met opbrengen. Ik heb dit spiegeltje trouwens uit de badkamer gehaald. Maar ik denk dat ik die op mijn make-up... We hebben dat dan zwaar in de slaapkamer. Waar ik moet opmaken. Ik denk dat ik hem daar erbij zet. Of in de la, dat weet ik nog niet. Maar kijk, hij is wel echt heel mooi. Mijn haar is trouwens echt heel plat. Vanochtend had het volume, maar dat is helaas alweer een beetje weg. En dan deze doos. En dan moet ik een schaar verpakken. Oké. Dan kan ik hem openmaken. En hier zit in wat ik echt vandaag moest ontvangen, als het goed is. Dat hoop ik ook echt. Want anders heb ik een probleem zo. Ik had op een gegeven moment een idee voor een cadeau van mijn ouders. Het is hun trouwdag vandaag. Maar daar kwam ik een beetje laat op en wilde eerst wat anders. En toen dacht ik, nee, dit vind ik veel leuker. Dus die heeft de trouwfoto van mijn ouders helemaal nagetekend. En daar heb ik een lijst voor besteld. Ja, dat ziet er wel goed uit qua maat. En het was nog heel lastig, want ik moest dus een lijst hebben die op tijd geleverd ook kon worden. En die aan mijn eigen voldeed. En toen had ik er twee gevonden. En toen had ik deze gekozen. En ze hebben, dat heb ik ook, zo'n foto... soort fotogalerij in de gang. En dat is heel erg leuk. En toen dacht ik, oh, hoe leuk is het om Sarah de tekening van een trouwfoto dan ook eventueel daarbij te kunnen hangen. Misschien hangen zij hem ergens anders, maar in mijn hoofd was dat heel leuk. Dus ik ga even deze erin doen. En dan moet dat echt wel een heel leuk cadeau zijn. Wat is er leuker dan een kleindochter die dit soort dingen maakt? Ik doe altijd dat papier wat erin zit erachter. En mijn idee zit hier dan steviger. Het is wel een mooie lijst moet ik zeggen. Goede haken en alles achter. Ik vind dat altijd afwachten bij fotolijsten. Of ze ook fijn zijn. Dan schrijf ik deze er niet in. Kijk. Ja. Ah, dit is zo leuk. Kijk dan. Ik denk dat dit wel echt een geniaal cadeau is. Dus hier ben ik blij mee. En dat was ook in de aanbieding. Toen dacht ik, die wil ik ook. Ik heb een spel de Black Stories besteld. Maar je hebt ook de Black Stories Shit Happens Edition. Dus dit was een duo pakket. En ik heb het spel Shit Happens. En dat vind ik echt heel grappig. En nu heb ik dus de Black Story versie daarvan. En de gewone als duo gekocht. Dus helemaal happy mee. En alles op tijd. Dus ik ga even de zooi weer opruimen. Ik heb net allemaal dingetjes al in huis gedaan. En ik moet zo de meiden op gaan halen. Want die lunch hier. Dus dit is opruimen, brood halen en de deur uit. Het ziet er trouwens nou net weer lekker, of nu weer lekker uit. Oh nee, het gaat precies regenen. Hopen dat het zo voorbij is. Want vanochtend had ik echt geluk. Het was stralend weer. Toen we naar school liepen en ik naar huis liep, daarna ging het regenen, maar dan was ik precies binnen. En het zag er net weer even beter uit. Dus we gaan even hopen dat het weer beter gaat worden. Gelijk de outfit van vandaag, want dat vergeet ik elke keer. Trui naked, broek levi's en mijn bronksluisjes. Die had ik net even uit, want die zaten in de weg. Wat is dit nou? Oh. Ik moest net bovendien doen dat die laarzen uit moest. Maar ik ging afval naar beneden nemen. Gewoon droog papierafval. Maar dat had ik dus in mijn laars gedaan. Omdat het makkelijker was naar beneden. Wat voel ik nou? Nou, snel naar school. Nog weer geluk. Het zonnetje schijnt weer. En ik heb de dametjes. Oh, Sarah die, en ik die is kwijt. Knip met mijn jas. Oh, stouterd. Kijk maar. Maar we hebben wel weer een lekker zonnetje. Daar. Ze hebben een uitdaging. Samen het cadeautje voor oma inpakken.
Nou, het is de meiden helemaal gelukt. Het was wel een uitdaging om het samen te doen. Ze willen allebei te graag. En deze heeft Sarah er ook nog maar bijgemaakt voor oma. Het ging allemaal net heel snel. Ik kwam thuis. En toen ging ik wat dingetjes opruimen. Toen belde Sarah, die is echt 5 minuten langs geweest. Dus we hebben gewoon gespeeddate. En toen heb ik kleren voor Sarah gepakt. Die gaat ze dadelijk aandoen. Want ze had buitengym vandaag. Omdat de gymzaal een stemlokaal is. Maar die kleren, ze konden zich niet omkleden. Net had ze daar niet echt heel veel tijd voor. Dus ik heb schone kleertjes meegenomen voor haar. Wat heb ik nog meer? Ik heb alles klaargelegd. Mezelf nog even omgekleed. Ik zal het trouwens even laten zien. Deze top van Manga gedaan. En dan gaan ze tafel grillen. Dus ik denk een kortere mouw is beter. Mijn tas van Kurt Geiger heb ik nu erbij. En ik heb deze oorbelletjes in. Ik wil zeggen, deze, die bovenste gaatjes, terwijl ik er echt af en toe wat indraag, die ging opeens heel lastig. Waarom weet ik niet. Dus mijn oorlellen zijn ook een klein beetje rood nu. Maar dat komt wel weer goed. Het is toch zilver, dus dat komt goed. En nu allemaal spullen pakken en de deur uit. Ik heb Sarah uit school gehaald. En we hebben gelijk even band opgepompt. Nee, niet. Ik heb Sarah opgehaald en mevrouw Wiebeltand opgehaald. Oh, juffrouw Wiebeltand, ja, dat is waar. En nu gaan we richting mijn ouders. En dan gaat Sarah zich eerst omkleden en een cadeautje geven. Blijf je fris, hè? Uit je gymkleding weer. Nee. Nee? Lekker je stinkkleren. Ja. Oh, nou, gaan we toch maar even doen. Stinken niet, hoor. Jawel, stinky. Stinky, winky. Nou, wat ruikt naar rood? Vrijdag heb je misschien ook buiten gym, maar dat ligt eraan hoe snel het stemlokaal is opgeruimd. Dus dat horen we van de week nog. Ja, dat wil ik zo graag. Dat was leuk. Ja, dat vond ik zo leuk. Ja. Ivana deed het vandaag voor de eerste keer. Vroeger op de middelbare school hadden we altijd met goed weer buiten gym en dan met slecht weer binnen gym. Dat was echt leuk. Oké, dus ik ga nu stiekem al met tussen. Heb ik wat ook. Hallo opa. Hallo schat. Hoi, de vlog. Dat is van je moeder. Ik mag wel vloggen. Mag jij vloggen van je moeder? Ja. Nou, dat vind ik lief hoor. Dag Sarah. Zeg maar dag vloggen dan opa. Dag. Vond je het gezellig samen eten? Ja. Vond je het leuk? Ja. Ja. Hebben we goed voor elkaar gezorgd? Ja. Dat is wel fijn, hè? Dat zie ik er nou voor uit te doen. Zo, dus ik wil jullie leuk nieuws laten zien. Even in de kijker. Dat film met mij gewoon. Je hebt een pony. Heeft Kelly gedaan, hè? Die er eigenlijk niet zo mooi uitziet. Hij ziet er echt heel leuk uit. Een grove, nonchalante pony. Ja, maar hij zit over mijn ogen heen. Kijk hoe ik eruit zie. Ja, het staat echt leuk. Ik vind het echt heel leuk. We zijn weer thuis. Ik heb Sarah gelijk snel op bed gelegd. Want het was iets later dan dat we normaal zijn. Maar ik moest nog snel wat regelen. Dus ik snel gelijk achter de laptop gedoken. En mijn dingetjes doen. En misschien dat we zo nog even een filmpje gaan kijken. Maar we moeten even kijken hoe vroeg hij op moet. En hoe moe hij is. En hoe snel ik hiermee ben. Het is bizar maar waar. Het is 11:50. En ik ga me klaarmaken om naar bed te gaan. En dat is echt het vroegste sinds tijden. Alleen voor het oesters rapen ben ik vroeger opgestaan. Maar dat is gelukkig echt de enige. En nu ga ik gewoon weer zo vroeg slapen. Maar ik moet ook zeggen dat ik op de een of andere manier kapot moe ben vandaag. Echt, ik zit er gewoon instorten. Ik heb ook niet heel erg goed geslapen afgelopen nacht. Dus dat ze al mee hebben gewerkt. En echt wel heel veel heen en weer gerend vandaag. Wel trouwens echt een gezellige avond gehad. En dat had ik ook echt wel even nodig. Maar nu lekker mijn bedje in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.